van het publiek in Duitsland. Zodra straks het licht en zo waar ieder huis brandt. Laat je dan gaan, laat de leeuw in je los. Arie en Robbie stuurt ze meteen naar het bord. Daar is Van Nistelrooy, ja hij stikte mooi. En voor Galit Boularus is elke spitse prooi. Matthijs, Van Persie, Maduro en Kromkamp. Johnny Hattie gaat die aanvallers in de grond stampen. Van der Vaart en Lanzaat op het middenveld. Philippe Cocu is altijd controlerend ingesteld. Deze jongens halen de finale plaats. En de rest van de wereld is zwaar verbaasd dus. Gaat op de lat, maar in de rebound maakt Wesley Sneijder het af. Hij wordt besprongen door Babel en Fennegor of Hesseling. Twee grote gasten, damn, dat lijkt me best wel link. Net als Jardine, Sint Giovanni van Bronckhorst. Ze rennen heen en weer net als een motor die rondkrost. Ooyer neemt de motor, speelt de map op de kler. Hij wordt gedirigeerd door Nederlands langste ster. En Pim van de Sar, dan gaat er heen als je durft. Hij wordt bijgestaan door Timmer en Stekelenburg. 23 gasten die met Marco van Basten die beker gaan halen, wat we al jaren op wachten. Jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doel. De ware kampioen.